Na een afwezigheid van 437 jaar is het Laurentius altaarstuk tijdelijk weer thuis in de Grote Kerk in Alkmaar. De luiken werden aan het einde van de 16e eeuw verkocht en kwamen zo in Zweden terecht. Maar omdat de Grote Kerk dit jaar 500 jaar bestaat, zijn ze tijdelijk terug. En om ze hier te krijgen was nog een hele operatie. Dit project begon eigenlijk in 2010, toen de eerste gesprekken werden gevoerd met iemand van ons museum en de beheerder van dit kunstwerk, het Laurentius altaarstuk in Zweden. En toen voelden we dat er een goede connectie was en veel wederzijds enthousiasme voor dit kunstwerk. Het is gemaakt voor onze kerk rond 1540. Het is al heel snel daar weggehaald en naar Zweden gebracht, namelijk in 1581, nog maar 40 jaar later. En sindsdien staat het in Zweden. Dus we hebben een soort gemeenschappelijke band met het kunstwerk. En vanaf 2015 zijn we echt gaan toewerken naar dit bruikleen ter gelegenheid van 500 jaar Grote Kerk. We doen het alleen zolang we zeker weten dat het goed gaat en dat de kunstwerken zich goed houden. Dus we hadden één iemand mee die boven de partijen stond. En die noemden wij de advocaat van de luiken. Zijn enige rol was, hij is deskundig op dit gebied, zijn enige rol was om de hele tijd te bekijken, kunnen de luiken dit aan wat we nu aan het doen zijn. En als hij had gezegd, stop, dit gaat niet goed, dit kunnen ze niet hebben, dan waren ze gestopt en dan waren ze niet gekomen. Dus dat was wat mis had kunnen gaan, dat ze niet gekomen waren. Maar ze hadden niet stuk kunnen gaan, want dat hadden we niet laten gebeuren. Die kisten zijn nu eindelijk binnen. Het was even precisiewerk, maar het is gelukt. Nu uitpakken dus? Maandag uitpakken. Het is nu, ze zijn net aangekomen uit Zweden. En wat we meestal doen bij het kunstwerken, en zeker grote kunstwerken, is ze eerst neerzetten in de kisten op de plek waar ze zullen gaan worden uitgepakt. En dan moeten ze eerst acclimatiseren. Dat betekent dat ze zich moeten aanpassen aan het klimaat wat hier heerst. De luchtvochtigheid met name. Want het is ietsje anders dan onderweg en ook iets anders dan in Zweden. Ze zouden het wel gewoon goed moeten kunnen hebben, maar ze moeten daar een beetje aan wennen. Dus we laten ze in de kist daaraan wennen, dan gaat dat langzaam. En als ze dan gewend zijn, dan pakken we ze uit. En dan, als het goed is, gedragen ze zich dan goed.